In deze video leg ik je uit hoe je het Reach standaard profiel instelt via Operator en via de Reach app. De gebruiker wenst bereikbaar te zijn op al zijn persoonlijke nummers volgens één profielinstelling. Wat kun je dan in een profiel instellen? 1. Wat is het afzendnummer? 2. Wat zijn de doorschakelregels? Denk hierbij aan direct, bezet, geen antwoord. Maar ook welk device mag de oproep worden aangeboden? En dat kan zijn het vaste toestel, mobiele toestel of de softphone. Wie kan het instellen? En hoe? Nou, gebruiker en beheerder kunnen het in Reach Operator en de gebruiker kan het in de Reach app. Laten we eens kijken naar hoe dat in Operator gaat. En we gaan dan een profiel instellen waarbij de inkomende oproep alleen op het vaste toestel worden aangeboden. De doorschakelregels laten we gewoon zoals het is naar voicemail. En het afzendnummer maken we 036, eindigend op 327 van. In de Reach-omgeving in Operator van Jack Black, maakt niet uit of ik als beheerder of als gebruiker inlog, kan ik het standaard profiel editen. Klik op wijzig en daarmee kunnen we de instellingen aanpassen. Hier staat het afzendnummer uitgeschakeld. Deze zetten we op ingeschakeld en daarmee kunnen we hem aanpassen naar het gewenste nummer. Dit voorbeeld werd 327 op het eind gevraagd als afzendnummer. Dat is bij deze ingesteld. De doorschakelregels staan al goed. Die staan al naar voicemail. En de timer, nou, daar hebben we niks over afgesproken, dus die laten gewoon op 25 seconden staan. Door op de knop geavanceerde instellingen te klikken, zie je op welk device de oproep wordt aangeboden. Standaard wordt die op alles aangeboden. Maar de gebruiker wenst alleen maar op het vaste toestel oproepen binnen te krijgen. Selecteer dan Fixed en daarmee zijn de profielinstellingen voor het standaard profiel afgerond. We hebben net een standaard profiel in Operator ingesteld, maar het kan ook in de Reach-app. Wanneer de gebruiker start met een lege Reach-omgeving, dan zal hij de eerste keer de First Time Enrollment Wizard krijgen. Je kunt eenvoudig deze stappen doorlopen en standaard profiel instellen. Klik op Gaan. Selecteer het juiste afzendnummer. Klik Volgende. De doorschakelregels, was in dit voorbeeld voicemail bij bezet en geen antwoord, die stonden al goed, dus die kan ik overslaan. Het enige wat aangepast moet worden, is dat de oproepen aangeboden worden op het vaste toestel. Klik Mobiel en Desktop uit en er blijft alleen nog vast over. Op dit moment is een standaard profiel ingesteld en kun je teruggaan naar het dashboard. Wanneer de gebruiker de Reach-app ververst, zal hij direct zien dat de instellingen actief zijn. Er is ook nog een tweede mogelijkheid. Naast de First Time Enrollment kan de gebruiker ook vanuit het dashboard zijn standaard profielinstellingen aanpassen. Wanneer de gebruiker de First Time Enrollment heeft afgebroken, dan kan het maar zo zijn dat hij toch zijn standaard profielinstellingen nog wil aanpassen. Dat gaat als volgt. Via het instellingenscherm, instellingen, en krijg je het menu standaard profiel. En hier kun je het inkomend, uitgaand en apparaatselectie instellen. Inkomend, doorschakelregels, die stonden goed, hoeven we niet aan te passen. Uitgaand stellen we netjes in dat hij een ander afzendnummer heeft. En apparaatselectie, deze gebruiker wilde alleen maar oproepen krijgen op het vaste toestel. Dan selecteer je mobiel en desktop uit. Wanneer je hem op opslaan drukt en wanneer je de app ververst, zie je dat de instellingen actief zijn. Ik heb je nu uitgelegd hoe het standaard profiel kunt instellen via zowel Operator als de Reach app. Wil je meer weten over de andere Reach profielen? Bekijk dan ook de andere video's.